Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Wat is de grootste nachtmerrie voor een zeeaquariaan? Nou, de grootste ramp die ik me kan bedenken is dat wanneer de stroom uitvalt en je dat niet op tijd door hebt. Want als de stroom uitvalt en al je pompen stoppen met pompen, zal het zuurstof in het zeeaquarium binnen enkele uren op zijn en je vissen sterven. Want net als mensen kunnen vissen niet zonder zuurstof. Nou, om dat te voorkomen kun je een reserve-energiebron aansluiten die de stroom overneemt op het moment dat de gewone stroom uitvalt. En in deze video zal ik jullie laten zien hoe ik 2 auto-accu's als reserve-energiebron heb aangesloten op een van mijn pompen, namelijk mijn AI Nero en met behulp van de Tunze Safety Connector. Dus blijf kijken! Dit is dan de Tunze Safety Connector en het idee daarvan is dat je die tussen een apparaat en de stroomtoevoer van een apparaat kan schakelen. Dus in mijn geval tussen de AI Nero en de stroomkabel van de AI Nero. En nou ja, zoals je kan zien heeft hij 3 aansluitingen. Dus de bovenste 2 zijn ingangen en de onderste is een uitgang. En nou, waarom heeft hij dan 2 ingangen? Nou, de bovenste ingang, dat is de gewone stroomtoevoer. En de tweede ingang, dat is voor de reserve stroomtoevoer. Dus in dit geval waar we de accu op gaan aansluiten. En de uitgang, die gaat natuurlijk weer terug naar de AI Nero in dit geval. En wat de Safety Connector doet, is hij haalt het apparaat wat hier is aangesloten. Die haalt in principe de stroom uit de gewone stroomtoevoer, dus de eerste aansluiting. Maar op het moment dat die eerste wordt onderbroken door bijvoorbeeld een stroomuitval, dan schakelt hij automatisch over naar de reserve stroomtoevoer, dus in dit geval de accu. En als op een bepaald moment de primaire stroomtoevoer het wel weer doet, dan schakelt hij ook weer automatisch terug. En ja, de Safety Connector kun je dan in principe op alle apparaten aansluiten, mits ze op gelijkstroom werken, dus DC zijn, en tussen de 12 en 24 volt. Maar dat zijn de meeste DC apparaten, ja, die zitten in deze marge. Mijn AI Nero bijvoorbeeld, die loopt op 24 volt. Nou, en als we hem dan gaan aansluiten, dan zien we helaas dat voor de AI Nero de stroomkabel hier niet direct op past. Want ja, de Safety Connector is in principe gemaakt voor Tunze apparaten en die gebruiken net andere aansluiting. Maar dat is heel makkelijk op te lossen met een verloopstekkertje. Dus in dit geval heb ik zelf een verloopstekkertje gemaakt met een kroonsteentje. Die dan tussen de AI Nero en de Safety Connector kan. Nou, de accu, die heb ik al aangesloten, ook via een kroonsteentje. En omdat de AI Nero 24 volt is, hebben we 2 accu's nodig. Want accu's zijn in principe altijd 12 volt, dat zie je hier ook staan. En door er dus 2 in serie te schakelen, krijg je 12 plus 12 is 24 volt. En dat is precies wat we nodig hebben. En nou, de uitgang, dat is hier. Daar heb ik ook een stekkertje aan vastgemaakt die in de AI Nero past. Dus nou, dan gaan we hem nu even aansluiten. Dus we gaan de Safety Connector schakelen tussen de AI Nero en de stroomkabel van de AI Nero. Dus laten we beginnen met de stroomkabel van de AI Nero aan te sluiten op de primaire ingang van de Safety Connector. En zoals ik al zei, past de stroomkabel niet rechtstreeks op de Safety Connector, dus hebben we dit tussenstukje nodig. Nou, ik haal de stroomkabel uit de AI Nero, waardoor die meteen uitgaat. En die kunnen we dan op het tussenstukje aansluiten en dan kunnen we deze kant in de Safety Connector doen. Nu zit de primaire stroombron van de AI Nero op de Safety Connector. Nou, de reservestroombron die heb ik al aangesloten. Dat zijn de accu's. Dus het enige wat we nog moeten doen is de output van de Safety Connector weer aansluiten op de AI Nero. En de output, daar heb ik al het juiste stekkertje op vastgemaakt met dit kroonsteentje. Dus die kunnen we gewoon rechtstreeks aansluiten. En zoals je ziet gaat de AI Nero ook aan. Dus dat betekent dat het allemaal goed werkt. Nou, dan gaan we hem even testen. Dus ik ga zo dadelijk de stroom uitzetten. En dan zul je zien dat hij even uitgaat. Maar dat hij daarna automatisch direct weer aangaat. Dus nu gaat de stroom uit. En dan gaat hij weer aan automatisch. Dus nu is hij automatisch overgeschakeld op de accu's. Nou, nu weten jullie hoe je met behulp van de Tunze Safety Connector een reserve-energiebron kunt aansluiten. En dan nog even wat dingen over de accu's zelf. Dit zijn gewone auto-accu's, loodaccu's. En die zijn er in verschillende capaciteiten. En deze die ik heb, daar kan de AI Nero in principe 2 tot 3 dagen draaien. Wat in principe lang genoeg moet zijn om een stroomuitval op te merken. En zoals iedere accu lopen auto-accu's ook langzamerhand een beetje leeg. En daarom is het nodig om ze af en toe even op te laden. Dat doe ik ongeveer 1 keer per maand met behulp van een acculader zoals deze. Die kun je gewoon in het stroomnet aansluiten. En daarmee houd je de accu's in topconditie. Nou, tot zover dan weer deze video. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En zoals altijd, mochten jullie het nou leuk vinden, dan kun je altijd op dit kanaal abonneren. En hopelijk tot de volgende keer.